De gemeente Amsterdam staat voor de rechter voor haar rol in de zaak rond het gifschip Probokoala. Dat schip wilde 2 jaar geleden scheepsafval achterlaten in Amsterdam, maar de gemeente gaf geen toestemming. Toen het schip later in Afrika aanmeerde, vielen er doden. 15 doden, tienduizenden zieken en woelende menigtes in die voorkust 2 jaar geleden. Alle ellende zou veroorzaakt zijn door een grote hoeveelheid scheepsafval gedumpt door het schip Probokoala, dat weer door olieconcern Trafigura was gehuurd. Dat was in augustus 2006. Het proces van vandaag ging niet zozeer daarover als wel over wat er een maand eerder gebeurde, in Amsterdam. In eerste instantie wilde de Probokoala het spul namelijk daar in de haven achterlaten, bij afvalverwerker APS. Het afval uit het Probokoala was al voor een deel overgepompt naar het bedrijf, naar APS. Maar Trafigura zei, wij willen het afval terug, want we willen niet die hoge prijs betalen. En daar uiteindelijk na dagenlang discussie met allerlei gemeentes, en wat denken we 9 instanties bij betrokken geweest, heeft de gemeente Amsterdam besloten om het toch terug te pompen in de Probokoala. Greenpeace deed aangifte tegen Trafigura, het bedrijf APS, de kapitein van het schip en de gemeente Amsterdam. Tegen alle 4 partijen loopt nu een strafzaak. Waar beschuldigt u de gemeente Amsterdam nou precies van? Dat zij meegeholpen hebben aan het teruggeven van de afvalstoffen aan de Probokoala. Terwijl dat volgens de wet milieubeheer niet zou mogen. De gemeente wordt dus beschuldigd van een strafbaar feit. Maar komt het ook tot een veroordeling? Er bestaat namelijk zoiets als het pikmeerarrest. Er ligt vaste jurisprudentie van de Hoge Raad die inhoudt dat gemeentes niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Daarbij zijn taken verrichten die typisch bij de gemeente horen, die alleen door gemeentes kunnen worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen of het houden van toezicht. Maar de gemeente Amsterdam vindt dat de goedkeuring voor het terugpompen van afval ook een exclusieve overheidstaak was. En dat er dus afgezien moet worden van vervolging. Onze interpretatie van het pikmeerarrest is dat gemeentes, lokale overheden, wel degelijk vervolgd kunnen worden voor strafbare feiten. Ik vind dat heel moeilijk. Maar ik denk inderdaad dat de kans dat de gemeente strafrechtelijk aansprakelijk gehouden zal worden klein is. Volgende week woensdag beslist de rechter of de gemeente Amsterdam vrij uitgaat.